Wij doen in Nederland graag alsof Belgische dingen van ons zijn, terwijl ze daar zijn ontstaan. Hè, denk aan Friet, lange kabinetsformaties en Max Verstappen. Dat geldt ook voor televisiequizzes. Mijn gast vandaag is behalve cartoonist, presentator en snordrager ook mijn favoriete jurylid bij De Slimste Mens. Tom Cruise, zie je veel verschil met mij? Tom Cruise leeft nog. We hebben ook ooit eens een baby voor ons voordeur. Dat is echt waar. Ja? Voor ons voordeur gevonden 's morgens. Maar dat was in onze woorden vergeten binnenpakken. Laten jullie soms windjes? Zeker, Erik. Maar niemand merkt dat hier met uw ademen. Ja, dames en heren, mag ik een daverend applaus voor Jeroen Snelder. Wat leuk dat je er bent. Dank je, dank je. Hoe gaat het met je? Of moet ik u zeggen? Hoe spreken we dat af? U is perfect. U is goed, oké. Hoe gaat het met u? Goed, dank je voor de uitnodiging. Maar nee, dat moet jij ook u zeggen. Pardon? Jij zei dank je voor de uitnodiging. Dank u voor de uitnodiging. Ja, dank je. Okay, ja. Je hebt net een seizoen Junior Bake Off opgenomen. Ja. Dat is eigenlijk zeg maar al heel Holland bakt. Ja. Maar dan met kinderen en niet Holland. Ja. In België. Nou, we kunnen even een klein stukje kijken. Zullen we dat even doen? Welkom bakkers in deze grieze week van Junior Bake Off. Zoals je ziet hebben wij alvast ons best gedaan. Regula heeft spinnetjes op haar jurk geprikt. Dominique is hersendood en ikzelf ben verkleed als Jeffrey Epstein. Iedereen klaar? 3, 2, 1. Ja. Hoe reageren kinderen op jouw grappen? Want jouw humor is misschien wel volwassen te noemen. Ja, die reageren eigenlijk niet. Maar zo werkt het wel. Dus het gezin, de papa kijkt voor de grappen. Mm. De kinderen kijken om andere kinderen te zien bakken. En de mama's kijken voor dit gezichtje. Ja. Dus we hebben het hele doelgroep eigenlijk. Ja. Ja. Was je het niveau van de grappen aan op kinderen ook niet? Dus? Nee. En dat werkt eigenlijk wel. Je moet de kinderen niet behandelen als kind, vind ik. Nee. Heb je zelf iets met bakken? Is dat een liefhebberij of iets? Nee. Bak je wel eens iets? Ik heb een baktrauma. Oh ja? Ja. Hoezo? Het is een heel lang verhaal. Nou, daar hebben we tijd voor, toch? Ja, oké. Okay. Publiek heeft tijd. Ik was alleen thuis. Ik wou een pizza van Dr. Oetker. Ja. Ook wel bekend. Mm-hmm. Insteken. Is hier ook pas geweest. In de oven. Ja. Sorry. Laten we moppen maar. Excuus, ja. Ja. En ik begin aan de pizza te eten als ik plots op op iets heel hard bijt. En dat blijkt een schroefje te zijn. Wat dus levensgevaarlijk is in de pizza. Ik denk direct aan dit had een kind kunnen eten en kunnen stikken. Dus ik mail meteen Dr. Oetker Belgium. En ik zeg, ja, jongens, jullie hebben een schroefje in jullie pizza steken. Dat is schandalig. En ze vragen mij de verpakking op te sturen, het schroefje. En foto's van mijn oven. Mm-hmm. Dat vond ik al raar. Dus ik heb foto's van de oven opgestuurd, alles wat ze vroegen. En hebben ze 3 weken een onderzoek ingesteld. Heel hun fabriek nagekeken of dat er schroefjes misten. Ja. En niets gevonden. Daar was ik wel in teleurgesteld. Ja. Maar om het als compensatie goed te maken, hebben ze met een koerier echt een gigantische doos met al hun producten. Maar echt al hun producten aan mij geschonken. Dus ik heb zelfs pizza's moeten uitdelen. Want, kom, het waren 40 pizza's. Ik kreeg die gewoon niet in mijn diepvries. En dan heb ik dat heel lang zo gelaten, want ik had ook geen zin meer in diepvriespizza's. Tot uiteindelijk, ik heb niks om te eten, ik wil toch nog eens proberen. Ik steek een pizza in en ik wil die met een pizzasnijder in stukken snijden als die roller eigenlijk doorrolt, omdat er een schroefje mist. Van de pizzasnijder. Ik wil misschien van de gelegenheid ook gebruik maken. Heb je dit ooit opgewicht? Om mij te verontschuldigen. De mensen die 3 weken lang in de fabriek hebben zitten zoeken. Het is de eerste keer dat je dit vertelt? Of dat je dit opbiecht? Het is niet de eerste keer, maar de eerste keer denk ik dat ze misschien wel kunnen kijken. Oh ja. Nou, je mag een camera pakken. Wil je excuses aanbieden? Nee, het is oké. Het is oké. Je bent natuurlijk aan het jureren en aan het presenteren. Je doet van alles. Ik ken jou eigenlijk hoofdzakelijk als cartoonist. Ja. Wat je ook nog steeds bent. Vind je het goed als ik mijn favoriete Jeroen-stripje laat zien? Als ik nee zeg... Dan ga ik het toch doen. Ja. ik zal me laten zien. Dit is voor de mensen. Hij komt in drieën. Even kijken. Er zijn diertjes die zeggen... Hoera dansen. Iedereen een hoedje op.
En dan is er een dolfijn die zich niet op mijn lucht gaat zetten. En dan zegt die beerboos, iedereen een hoedje op. En dan derde plaatje, spreekt voor zich. Verreweg mijn favoriet hieromstripje. Ik moest hem even laten zien. Nog even snel, jullie zijn bezig in Vlaanderen nu met de finale van de slimste mensen, als ik het wel heb. De finale weken, ja. Om op te nemen. Op te nemen, ja. Ja, en dat is dat nou de allerslimste? Dus dat zijn nu is dit seizoen de allerslimste. Dus er zijn mensen die al eerder hebben deelgenomen? Die... De beste die hebben deelgenomen worden teruggevraagd, ja. Om nu dit seizoen te bevolken. Jij bent niet gebeld? Ik ben wel gebeld, maar ik had een andere hobby die ik moest uitvoeren. Okay. Dus ik kon helaas niet. Heb je ook deelgenomen of zit je alleen in de jury? Ik heb de eer gehad. Ik heb ooit eens 9 keer meegedaan, dus ik mocht dit seizoen mee opdraven. Ah. En ik zat in de eerste aflevering. Ja. Ik heb ook maar in 1 aflevering gezeten. Dus ik ben dan teruggekeerd. Ja, een paar weken later ben ik teruggekeerd in de jury. Waar ik eigenlijk wel thuis hoor. Ja. Ja. En hoe voorkom je dat je in herhaling valt als je in de jury zit? Want ik heb het idee dat je maakt zoveel afleveringen. Ja. Elk jaar maar weer. Word je niet op een gegeven moment helemaal... Ik probeer attributen mee te nemen. Mm-hmm. Ik doe heel veel props. Pak ik mee naar de studio. De studiomeester haat mij ondertussen. Maar dat loopt soms ook fout. Dus ik begin wel een beetje op te letten nu. Ik heb zo eens een keer naar de studio gekomen. Ik had gevraagd aan Erik. Ik kan hem soms vragen van stel een opvolgvraag. Als ik iets zeg, zo wat pingpongen. Mm-hmm. Dus Erik vraagt aan mij van vindt Elodie, je verloofde het niet ambetant dat jij ze zoveel uitlacht hier op tv? Ik zei, ja, nee Erik, want ze kijkt niet naar deze show. En Erik, hoe ben je daar zo zeker van? En dan had ik een afstandsbediening bij. Ja. Dus ik liet afstandsbediening zien, het publiek aan het lachen. En dan had ik gevraagd aan Erik, we moeten vragen van... Maar Elodie kan toch ook de tv gewoon bedienen, ja. Fysiek? Ja. En dan had ik dus een flatscreen op mijn schoot liggen... die ik naar boven ging brengen en gezegd... Wel, Erik, daar heb ik ook aan gedacht. Maar als je met Erik van Looy werkt, dan... loopt niet alles altijd zoals gepland. Dus die is na de afstandsbediening gewoon... Oké, en dan de volgende vraag. Dus ik heb heel de avond in een jury met een flatscreen op mijn schoot gezeten. Dames en heren, Jero! Jullie bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Leuk. Leuke gast, hè? Nou, van alle gasten die ik ooit in de avondshow heb ontvangen... is er ook een aflevering van Geheugen Memory. Een spelletje dat ik met ze speel als iedereen naar huis is... en de gasten helemaal leeglopen met de meest gênante anekdotes. Haha, exclusief. Te zien op NPO Start. Ga nu kijken.